The Cats in the House bij Olympia Radio. Olympia Radio was in Volendam met de Cats in the House band, de Cats coverband van dit moment, om daar deze spraakmakende documentaire te maken. We zijn nog steeds in Volendam, waar we de vorige aflevering begonnen met een knallend optreden in Hotel Spaander. Het bekende bruggetje uit Sure He's a Cat bezochten. En we namen een kijkje in de studio van Arnold Muren, die ons van alles vertelde over zijn studio en het opnemen. Als je studio waar we nu een doos bouwen, wat ermee wordt bedoeld, je hebt een buitengebouw. En dan moet je de studio, wanden, vloer, plafond, dat moet eigenlijk een doos zijn in dat buitengebouw, wat nergens contact, contact maakt met bijvoorbeeld de vloer of de wanden of iets anders. Dus je moet de wanden moet je neerzetten op materiaal dat isoleert, de vloer ook. Een plafond, dat zoals wij dat gedaan hebben, dat moet dan weer rusten op die wanden, zodat alles geen materiaal contact maakt met de buitenwereld. En dat geldt, precies hetzelfde principe geldt ook voor de controlekamer, want die mag ook geen contact maken met de doos, met de studio doos als het ware. Dus dat hebben we heel consequent hebben we doorgevoerd. Als je daar wat schuifjes al te zetten, dan kan je duidelijker zien wat er gebeurt. Oh, okay. Nou, dit zijn de eerste 48 kanalen en dit zijn de volgende 48 kanalen. En niet alleen de veders, er zitten allemaal gemotoriseerde veders zijn. Dit is allemaal motortjes zitten daar onder elke veder. Maar ook elke knop, elke schakelaar die je ziet, is oproepbaar. Dus je kan mixen maken. Je kan tijdens die mix bij bijvoorbeeld iets in de toonregeling veranderen. Iets even wat meer presence geven of een bepaald stukje in het nummer. Of wat meer galm, of minder galm. Oh, vaya con Dios, vaya con Dios, my love. Hoe ging dat hoge stemmetje ook alweer, Ruud? Ja. Oh, nou, als je leuk. Dat klinkt mooi, man, hè? Jullie zijn ontstaan uit duo van Piet Veerman en dat ontstond. Ik heb voor Piet zijn verjaardag, van de week werd hij 75. En toen werd vanuit het lokale blad hier werd gevraagd aan een aantal mensen, wil je daar een verhaaltje over maken? Dus ik heb een verhaaltje gemaakt wat eigenlijk terugging naar het begin. Wij ontmoeten elkaar zullen we samen wat gaan doen. En dat klonk goed. We hadden meteen in de gaten dat die stemmen heel mooi blenden met elkaar. En we repeteerden altijd bij Piet Veerman op Piet's slaapkamer. Piet was enigszins kind, dus die had een slaapkamer voor zichzelf. Allemaal luxe die wij allemaal niet hadden. En dus we repeteerden daar heel veel. Dus daar heb ik een verhaaltje over gemaakt. En dat is ook op Facebook gezet, geloof ik. Heb ik dat zelf gedaan? Nee, in ieder geval, als het goed is, dan moet het op de Cats Volendam staan, op de site. En ik heb een beetje verteld hoe dat ging. Nou, wij repeteerden daar alleen met gitaren. En dan zongen we dingen die we mooi vonden. En waren heel veel, wat Piet ook zong, nummers van de Drifters, van Solomon Burke heel veel. We vonden dat mooi, dus we deden dat zelf ook. En dat was wel grappig, want dan zaten we natuurlijk allemaal, op een stoel en dan zit je zo te spelen. En dan, vooral Piet, die kon nogal zo stampen. Maar er was gewoon houten vloer daarboven. Een klein huis in de Zwaardstraat. En dan kwam zijn moeder, die kwam dan, als het te gortig werd, dan kwam ze naar boven met een stapel kussentjes. En deed ze heel voorzichtig de deur open en dan ging ze zo kijken wie de ergste stampte, ja, meestal Piet. En dan wachtte ze tot die voeten omhoog en dan floepte ze er zo zijn kussentje op. En dan ging ze weer weg. En in die periode heb ik ook mezelf basgitaar leren spelen, een beetje.
We hebben nooit muziekles gehad, geen van ons, ook geen zangles. Dus het is allemaal je rommelt wat. En ik ben toen bas gaan spelen, omdat ik was een van de eerste in Volendam met een elektrische gitaar. Zeg, daar moet je je niet zo, al te veel bij voorstellen, want het was gewoon een grote jazzgitaar en er zat een los element zat erop geschroefd. Met een los draadje, er zat ook geen volumeknopje tussen of zo. Met een los draadje en er zaten twee van die bananenstekkertjes aan. En die kon je dan achter in de radio in de pick-up ingang steken. En dan had je versterkt geluid. Dus zo ben ik begonnen op een gewone gitaar die basnootjes spelen. Ja. En later heb ik zelf een gitaar gebouwd. Een basgitaar. En de eerste was een finale mislukking. Want ik wist domweg niet dat er in die halzen van die basgitaren, die hebben sowieso wat langere hals natuurlijk, dat daar een metalen pen in zit om die hals op spanning te houden voor die snaren. Ik wist dat niet. Dus ik had die gitaar helemaal gemaakt. En ook nog, vind ik zelf behoorlijk grappig, ik had in die winkels wel gezien, ik werkte in Amsterdam, ik had in die winkels wel gezien dat die afstanden van die fretten op die gitaar voor een basgitaar anders waren dan voor een gewone gitaar. Ja, logisch, want die hals is ook langer. Maar ja, hoe kom je die afstanden te weten? Toen speelde ZZ en de Masters, die speelde in Volendam, in het oude Piers 10 gebouw. En daar was ik naartoe, met een bloknootje en een lineaal. Toen ben ik in de pauze naar die kleedkamer gegaan. Toen met een jonge bas, mag ik jouw basgitaar opmeten? En die bassist die moet gedacht hebben van, die is wakker, nou laat hem maar, weet je wel. En dat heb ik toen gedaan. Maar ik heel precies, heel nauwkeurig opschrijven van 1 naar 2 zoveel en van 2 naar 2 zoveel. Maar ik haalde net het eind van die stijl niet. Ik moest heel voorzichtig doen, de snaren zitten erop natuurlijk. En toen vroeg ik, mag ik na aflopen die laatste paar doen? Nou, dat mocht ook. Dus ik ging met die gegevens ging ik naar huis. En je kon er was zo'n zelfbouwwinkeltje ergens in Amsterdam. Daar kon je van dat fretmateriaal kopen. Daar kon je gewoon aan de rol kopen. En dat nou, moest je een zaagsneetje maken en dan een stukje afzagen. En dan erin kloppen, zijkanten afveilen. Zo heb ik die gitaar gemaakt. Nou, snaren erop. Die stond niet zo krom als een hoepel. Ja. Dus die was zwaar mislukt. En toen heb ik, toen ik wat meer geld had, heb ik een losse stijl gekocht die al kant en klaar was, waar wel zo'n pen in zat. En toen heb ik een tweede gemaakt en die heb ik heel lang heb ik die gebruikt. Heb je hem nog? Nee. Ik heb hem verkocht, jammer genoeg. Okay. Ja, heel lang heeft hij nog in Volendam gecirculeerd bij beginnende beentjes, maar leuk. Uit het oog verloren, helaas. En Kees was voor ons altijd heel bepalend, ook met de live, de setlijst opstellen, was Kees altijd heel bepalend. Want hij had een heel goed gevoel voor, nou dit liedje moet je dat liedje doen, weet je wel, dat was Kees' taak altijd. Kees deed er in het begin ook eerst de liedje. Ja. Maar Piet ook, hè. Piet ook, want live zong Piet altijd al de balladachtige nummers, de soul nummers. Stagecoach down to La Diligence, there where my heart is in the southern hills. Maar op een gegeven moment kwam er een liedje voorbij, dat was Times We Went. En dat hebben we opgenomen. Wij vonden dat zo goed, dat moest single worden, vonden wij. Nou, de platenmaatschappij was het absoluut niet met ons eens, want die hadden een ander liedje als single. En wij werden echt kwaad, heel kwaad. En toen is Klaas Leijen, de producer, die is naar onze repetitieruimte gekomen om ons, zeg maar, om te lullen. Maar dat werd strijd. Want ik zie mij nog staan tegen Klaas, die een paar jaar ouder was dan wij. Jullie hebben geen verstand van commercieel is. Wij hebben er verstand van. Wij spelen elke week en wij zien hoe de mensen reageren. Weet je, zo ging dat dan. Times were En
En uiteindelijk hebben ze dan gedacht, oké, Times of Win. Maar die zong Piet, hè, want de gedachte van de platenmaatschappij was natuurlijk never change a winning team. Want we hadden hits met de nummers die Kees zong. En dan hebben ze dan een soort compromis hadden ze bedacht. Van dan maken we een dubbele A-kant. Dat maakt Times of Win is A-kant, maar de andere kant, ik weet niet eens meer welk nummer het was. Dat wordt dan ook A-kant, maar we gaan beginnen met Times of Win promoten. En als dat mislukt, dan kunnen we altijd nog flippen. Dan kunnen we zeggen, nee, dat is ook een A-kant. Nou ja, de rest is historie. Hè? De volgende keer bij The Cats in the House. Welk lied zong Arnold in plaats van Kees? Een duet tussen twee heren. Met de bedoeling dat Kees dat stukje zou zingen wat op de plaat door mij uiteindelijk gezongen is. En horen we hoe het nummer One Way Wind is ontstaan. Wij zijn een aantal jaren geleden zijn we ook naar Aruba geweest. Want Vera zei, ik wil die One Way Windbomen willen zien. Nog een klein optreden in Hotel Spaander. You said some wind blows forever, and I didn't understand. Dat en nog veel meer de volgende keer in The Cats in the House. I do. I've got to face the truth. You've done the best you could to please me. I enjoyed it quite a bit, but I really must admit that it could have been better. A great one, yes you are. I'd be